Ethisch ondernemen is op markten opereren vanuit een interne waardegedrevenheid en niet alleen uit winstgedrevenheid. Het combineert winst en waarde. Het veronderstelt een persoonlijk engagement van de bedrijfsleider en de invoering van een aantal nieuwe praktijken. L'initiative Solidaritest y ajoute pour ainsi dire une dimension supplémentaire. En effet, elle œuvre entre autres pour que les soins destinés à la société, partie intégrante de la perspective économique et notamment la solidarité sociale, soient intégrés dans la politique de personnel menée par les entreprises. Het sluit daarboven ook perfect aan bij het VBO Mission Statement die we opgesteld hebben samen met onze federaties. Het gaat echter om één specifiek facet van maatschappelijk verantwoord ondernemen, namelijk de mate waarin onze bedrijven zich sociaal engageren. Een belangrijk facet. Een belangrijk facet, want ook voor het VBO, ook binnen het VBO beter gezegd, staan wij voor een vrije markteconomie die sociaal gecorrigeerd wordt. En volledig in de lijn met deze lange termijnvisie op duurzaamheid is het beheer van sociale vraagstukken in de schoot van bedrijven een van onze bijzondere aandachtspunten. Onze bedrijven hebben het momenteel, zoals u weet, niet gemakkelijk. We willen echter de lange termijn dynamiek van het maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven ondersteunen. Willen we dat dus doen, dan moeten we vandaag niet terug in onze schulp kruipen en mogen we de vooruitgang die we op dit vlak boekten nu niet laten wegsmelten. Vanuit die geest, vanuit die inspiratie, geven wij natuurlijk heel graag onze steun aan Solidaritest. Wij hebben besloten om naast deze wedstrijd, waarin het volledige beleid van een onderneming op maatschappelijke solidariteit beoordeeld wordt, om daarnaast een tweede award in feite gaan uit te reiken, waarin we kijken naar projecten. Gewoon interessante projecten op het vlak van maatschappelijke solidariteit. In die andere competitie zoeken we naar vernieuwende, creatieve ideeën van maatschappelijke solidariteit, die we dan ook in de kijker zullen plaatsen.